Het actiecomité bezorgde SLM-burgers is geen bevlieging of zoals wij Surinamers het noemen een karuwirifaya. Om dit kracht bij te zetten heeft het comité vandaag een eigen website gelanceerd om de gemeenschap te informeren over de dreigende situatie van de SLM. Het eerste fotoverslag van de weekopdemonstratie voor het KLM-kantoor is onder meer geplaatst op de website. Ondanks alles dat gezegd wordt over het beleid bij de SLM, wil het comité de focus blijven houden op de oneerlijke concurrentie door KLM en TUI Fly. Het actiecomité zegt door te zullen gaan met de acties, totdat alle Surinamers, met name de beleidmakers, wakker zijn. Zelf een bedrijf met efficiënte bedrijfsvoering dat in zijn eentje staat, kan niet opbotsen tegen twee multinational giganten. Deze beschikken over tientallen miljoenen, waardoor ze met afbraaktarieven kunnen komen. De SLM, onze national carrier en onze trots, heeft die financiële slagkracht niet, zegt het comité in een persbericht. Op de website staat er ook informatie over nieuwe simultane demonstraties in Suriname en Nederland.